Onderwijsminister Marie Leeven zegt dat leerkrachten zich moeten blijven ontwikkelen omdat leerlingen in een andere tijdsgeest leven. Ze sprak reporters vandaag toe voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw zegt dat studenten tegenwoordig veel verschillen in vergelijking met die van vroeger en dat dat niet over het hoofd mag worden gezien. Het heeft niets met je leeftijd te maken, het heeft gewoon te maken met het feit dat er steeds vernieuwingen zijn, steeds veranderingen zijn en die vernieuwingen komen op je af in je werk en dus moet je zorgen dat je bijblijft. En je vraagt ook van leerkrachten dat ze zichzelf thuis blijven scholen, maar omdat ze druk hebben, dan organiseren we het. En we hebben een speciaal gebouw gebouwd, het heet het Senatiegebouw. En Senatie staat voor nascholing van die leerkrachten, Centrum voor Nascholing van de Leerkrachten. Dat gebouw is splinternieuw, er is een splinternieuwe infrastructuur en groep van trainers, speciaal getraind, om steeds de vernieuwingen die in de wereld plaatsvinden, maar ook gewoon in Suriname plaatsvinden, om dat aan bij te houden, zodat ze up-to-date zijn. Want ook in het onderwijs verandert er elke dag. Leeven zegt verder dat het niet de bedoeling is dat Suriname een eilandje bouwt omdat zaken niet bijgehouden worden. Ze stelt dat als we achterblijven, er niet meer met de rest van de wereld gecommuniceerd zal kunnen worden betreffende het onderwijsgebeuren. Je moet wel rekening houden met de plek waar de jeugd staat. En ik heb wel eens gevraagd aan mijn staf, wie had een mobiel in zijn tas toen hij naar school ging? Nou, als ik dat aan u zou vragen, had u een mobieltje in uw tas toen hij naar school ging? Niet. Die studenten van nu wel. Ze hebben een mobieltje en dat is een kleine computer. En ze zitten niet meer te wachten op een antwoord van een docent. Als ze iets willen weten, dan googelen ze het, dan zoeken ze het zelf op. Waardoor ze soms veel meer weten dan de docent. Als dat zo is, en steeds meer studenten hebben zo'n kleine computer in hun handen, dan moet je daarmee leren omgaan. Levens merkt op dat docenten moeten leren hoe studenten nu met de rest van de wereld communiceren. Ze benadrukt dat kinderen niet altijd bewust ervoor kiezen om de informatie die ze dagelijks krijgen op te zoeken. Dit alles komt naar ze toe. Er ontstaan volgens de bewindsvrouw regelmatig spanningen tussen studenten en docenten vanwege de bredere oriëntatie van de jongeren.